Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van je favoriete nazi shooter Wolfenstein The New Order. We zijn momenteel bijna in nazi gebied. Hier is namelijk een nazi-man, hier is een nazi-man en ik ben ook eventjes een nazi-man. Dan laten ze ons binnen op nazi gebied. Ja, dan gaan we door. Heil Hitler. Ja, heil Hitler. Ze zeggen het zo droog, niet eens vol passie, zo van ja, Heil Hitler, zal wel. En iedere keer als ik Heil Hitler hoor, moet ik meteen denken aan de Dab. Ik heb namelijk een theorie over de Dab, dat de Dab eigenlijk een Hitlergroet is. Dit is namelijk je Hitlergroetarm. En dit is je, oh, ik schaam me heel erg. Het is een Hitlergroet waar je voor schaamt, zie je? Oh, ik wil maar geen nazi zijn. Dat is de Dab. De makers van de Dab hebben gezegd dat de Dab dood is. Dat is een dansje, hoe kan dat dood zijn? Maar ze zeiden ja... De Dab is nu zo populair geworden en zoveel stomme mensen doen het. Het is geen ding meer. Het is wel een ding. Verder, wat we momenteel aan het doen zijn in deze missie is... We zijn in Londen en we doen Project Whisper. Dat gaat blijkbaar over de nazi's hebben een soort helikopter die 100% stealth is. En die gaan wij vernietigen. En we zijn in een van hun hoofdkwartieren in Londen. We zijn helemaal naar Londen toegereden. Ik krijg een lelijke gaming headset en dan ga ik even met eentje iedereen doodschieten. Daar komt het momenteel op neer. Dankjewel voor de lift in ieder geval, lieve taximan. Ik moet nog een soort fooi geven ofzo, of iets in die richting. Ja, oké, prima. Gaan we lekker naar huis rijden dan. Laat mij al het werk maar weer doen, lul. Jezus! Oké, hoe gaan we hier naar binnen komen dan? Dat is een beetje een plan hierachter. Oh! Ik wist niet dat die gast zichzelf op ging blazen. What the fuck? Wist ik hiervan? Was dit een deel van een plan? Hij beukt gewoon die hele toren omver. What the fuck? 300 kilo explosieven in zijn kofferbak? Jezus. Ik bedoel, ik heb ook wel eens 300 kilo explosieven in mijn kofferbak. Maar dat is met hele andere redenen. Om te verkopen. Het is een goede handel en explosieven. Mind you. Het is echt een goede handel. Een van de betere handels en explosieven. Vinden momenteel plaats in mijn kofferbak. Blijkbaar zijn er wel nog een paar van die robot-nazi-honden. Die irritante kutkinderen. Ah, dat maakt niet uit. Daar komen we wel langs. Verder is trouwens die ene dungeon waar ik het net over had, is in Duitsland gewoon illegaal. Niet de Dab, maar zeg maar de Hitlergroet. Dus als je in Duitsland de Hitlergroet doet, kun je daar gewoon een bekeuring voor krijgen. Zo'n ding. Even kijken, als we nu even een hakenkruis voor me insnijden, dan ben ik nog steeds undercover als nazi. Nou, hoef ik niet te zijn. De meeste... Oh, fuck. What the fuck? Waarom blijft die gast me zo kutten? Hé, wil je een kogel in je gezicht? Zal ik je even juken, of niet? Nee. Oké, nou, die gasten hebben in ieder geval geen last meer van. Even kijken, hoe moeten we nu dan wel lopen? Ik heb echt geen idee. Het is gewoon één groot doolhof van puin. Wat aan de ene kant wel gezellig is als je houdt van puin. Maar aan de andere kant, waar de fuck moet ik heen? Echt waar. Moet ik... Kan... Ja? Oké, cool. Nice. Ik heb iets gevonden. En verder wil ik in deze aflevering met jullie gaan hebben over superkrachten. Dan heb ik superkrachten vast... Wow! Dit zijn pas superkrachten. Dan heb ik superkrachten vast ooit wel besproken in een van mijn video's. Maar ik wil het toch nog een keer erover hebben. Voornamelijk over de grote vraag, als je één superkracht mocht hebben, welk zou dat dan zijn? Mijn eerste ingeving is eigenlijk meteen kunnen vliegen. Ten eerste, je kan bij het circus, kun je nog wat geld verdienen. Ten tweede, kunnen vliegen, dat lijkt me fucking vet. Dat lijkt me zo vet om gewoon overal overheen te kunnen vliegen. Ik bedoel, het kopen van een goede drone, slagen, maar zelf de drone zijn. Wow, heb je geen drone nodig, kun je gewoon een GoPro op je hoofd plakken. Maar aan de andere kant, als je kan shapeshiften, dus van vorm veranderen in dieren en mensen en voorwerpen, dan kun je in principe ook vliegen. Je kan gewoon veranderen in een adelaar, maar je kan ook veranderen in een beer en dan ben je opeens weer fucking sterk. Dus in dat opzicht met shapeshiften... Is het iets om over het om te lachen? Ja, dat is wel grappig toch? Jantje Beton, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is die organisatie dat kinderen loten moeten verkopen aan hun familie. En als je dan veel loten koopt, kun je zelf nog prijzen winnen en shit. Yep, dat is Jantje. Wat is die gast aan het doen? Is hij zichzelf aan het neersteken ofzo? Oké, dan, ja, het is gezellig hier bij de nazi's in ieder geval. Join the Nazi Party. Zo, hartstikke mooi. Wat een grote assault rifle gevonden. Aan de andere kant, mind control is ook een hele vette om te hebben hoor. Als je mensen hun gedachten kan besturen, dan kun je gewoon zeggen, yo gast, jij met de auto, rij me nu even naar huis en dat kost je dan 1000 euro. En dan zegt die gast, ja, is goed. Je kan letterlijk president worden en je kan letterlijk alles maken wat je maar wil als je de kracht van mind control hebt. Dus in dat opzicht, mind control is ook een hele goede superkracht om te hebben. Nooit honger hebben, ook een hele handige superkracht. Deze mega robot verslaan zou ook een hele handige superkracht zijn. Moet ik wegrijden of moet ik nog met hem vechten ofzo? Wat span. Ik heb namelijk een beetje het gevoel alsof hij een beetje, ja, agressief is. Zullen we maar gewoon wegrennen dan? Of, wat is het plan? Ik heb een Tesla grenade gehad in ieder geval. Oké, we moeten denk ik een beetje er langs rennen ofzo, I don't know.
Wat is het plan, beste mannen? Oh, we kunnen gewoon naar binnen rennen. Fun fact trouwens, zeg maar, tot de vorige aflevering van deze game kende ik alle missies. Ik had al een stukje van de game gespeeld en vanaf nu speel ik de game blind. Wat inhoudt dat ik dus, zeg maar, de game niet meer ken. Tenminste, ik dacht dat ik hem blind ging spelen, maar 2 jaar geleden was op First Look, dat is zo'n evenement in Utrecht waar je games kan spelen, ging ik Wolfenstein The New Order spelen, zeg maar, voordat hij uit was. Ik mocht 15 minuten lang de singleplayer spelen. En dat is precies dit deel van het spel. Precies het deel van het spel waar ik de game niet meer ken, is het deel dat ik ooit al gespeeld had 2 jaar geleden. Dus ik denk dat we dit deel van het spel redelijk goed door gaan komen. Het is gewoon een deel van het spel waar je heel veel nazi's schiet. Voor de rest vrij weinig uitleg nodig, denk ik. Maar weet je, kijkers, ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Stiekem vind ik nazi's doodschieten best wel leuk. Er zijn oprecht mensen die zeggen, ja, ik wenste dat ik graag in de Tweede Wereldoorlog leefde. En dat soort mensen zijn gewoon een beetje ziek in hun hoofd. En denken van, ik denk dat de meeste mensen, onze opa's en oma's, of misschien zelfs hun ouders nog, die in de Tweede Wereldoorlog vochten, het niet zo naar hun zin hadden. Ja, tuurlijk, je vindt Call of Duty leuk. Er zijn oprecht jongens die denken, ja, ik vind Call of Duty heel leuk, ik ga bij het leger, alsjeblieft. Alsjeblieft, doe dat niet, dat is niet hoe het werkt. Dat is zo niet hoe het werkt. Ja, in deze game is het hartstikke leuk om nazi's dood te schieten, maar als je in de oorlog bent, worden gewoon ook al je vrienden doodgeschoten door de nazi's. Is dat leuk? Jij wordt waarschijnlijk ook doodgeschoten door de nazi's. Is dat een leuk dingetje? Is dat een tijd waarin je graag gaat willen leven? Dan vind ik je best wel een zieke gast. In ieder geval. Ik zou in ieder geval niet graag meedoen in de oorlog. Ik zou liever gewoon thuis blijven. Net als de meeste vrouwen in de oorlog, weet je wel. Gewoon lekker thuis chillen. Oh, fuck. Ik heb een super veel health. Geen idee hoe dat kan, maar ik heb echt bijna het dubbele van de normale health. Is die robot nou nog steeds op mij aan het schieten ofzo? Ja, ik vind het niet erg, weet je wel. Maar geef me nog gewoon even iets van een WhatsAppje ofzo. Van, yo, je gaat dood. Zou ik waarderen. Hey, een leuke soepkeuken. Maar dan zonder soep. Een soepkeuken zonder soep is als broeklaarzen zonder broek. Wauw. Diepe quotes, diepe quotes. Ik wil die mega robot eigenlijk wel vermoorden. Misschien kan ik dat doen met dat ene machinegeweer dat hier stond. Het zal wel niet, maar het zal het proberen waard. Nee, dat kan niet, Rick. Het is gewoon een beetje kansloos wat je nu aan het doen bent. Moet even kijken. Oh, ik heb wat dingen afgepakt. Dat is wel lachen. Het is in ieder geval een goed wapen om mee naar huis te nemen. Vind ik wel tof. Die is dood. Die is ook dood. Meestal in dit soort games moet je gewoon even kijken welke deur komen alle nazi's vandaan. Als je die deur gevonden hebt, loop daar gewoon heen. Maar ik liep hier net al, want er was er vrij weinig te doen. Ik weet niet hoe die nazi's het allemaal doen. Eén grote puzzel momenteel. Oh, daar is die mega robot. Misschien dat die dood krijgt hiermee. Hey! Volgens mij is dit een ding dat kan. Oh, fuck. Hij staat in de fik in ieder geval. Hey, baby! Oeh. Ah. Ik denk dat we zo meteen gewoon die grote deur heen moeten. Dus vast op een manier mogelijk om die deur open te krijgen. Dankjewel voor alle mooie onderdelen. Oh, is er gewoon een knopje op? Nou, lekker makkelijk. Even denken, welke superkrachten zijn dan meer heel chill? Super mega intelligent zijn is wel iets cools. Dan kun je tenminste nog een beetje de wereld mee helpen. De andere superkrachten zijn voornamelijk, ja, vind ik zelf gewoon heel vet. Ik zou het zelf heel vet vinden om te kunnen vliegen. Om heel veel geld te hebben. Maar als je super intelligentie hebt en daarmee de wetenschap heel erg kan helpen, is ook best wel cool. Word je nog een beetje herinnerd naar je dood. Van ja, Rick Broers, de gast die dit en eigenlijk alles in je tekstboek van vandaag de dag verzon. Heb je de wiskunde tekstboek? Mijn hoofd op de voorkant. Natuurkunde? Mijn hoofd. Kunst? Deze gast. Alles. I don't give a fuck. Ik vind gewoon een paar nieuwe talen uit. Over talen uitvinden gesproken, ik zou het wel waarderen als we gewoon ooit op een dag besluiten dat iedereen op de wereld gewoon Engels zou praten, toch? Ja. Zou best fijn zijn. Ik weet niet of Engels momenteel eigenlijk echt de meest gesproken taal is. Maar het is sowieso de meeste mensen in de wereld spreken Engels. Misschien niet als moedertaal, maar in totaal, zeg maar. Alle talen bij elkaar. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld ook Chinees praten, maar die kunnen vaak ook nog een beetje Engels. English vaak, een beetje heel slecht Engels. English noemen ze dat. Dus gewoon besluiten met z'n allen, yo, we gaan met z'n allen Engels praten. Zou dat best fijn zijn. Je hebt natuurlijk een heleboel oudere mensen die zeggen, ja, fuck die shit, geen zin in. En ja, dat kan. Dat is prima. Maar op een gegeven moment gaan die mensen dood. En dan praten we wel met z'n allen Engels. Ja toch, gewoon een goed plan. Ik wil niet zo'n soort Stalin idee van, ja, iedereen die geen Engels praat moet dood. Maar het zou gewoon heel handig zijn voor communicatie. Als iedereen gewoon dezelfde taal praat, weet je wel. Wat moet ik doen? The door to the maintenance section. It's in the star field, about halfway, blabla. Geen idee waar je het over hebt. Ik blijf gewoon robotjes kapot schieten als je het niet erg vindt. Zie ik je daarna wel weer. Er is in ieder geval ergens een deur. Oh, het wordt wel lekker op de map gezet. Dankjewel daarvoor. Sowieso, dit deel van de map is echt super vet. Ik kan me nog herinneren van toen ik dit eens eerder speelde op de first world, dat je die hele aardbol kapot kon schieten inderdaad. Fucking vet. Dit is een soort nazi-planetarium-achtig idee. Een soort sterrenstelsel ding, maar dan met heel veel nazi's. Ja, het is leuk. Neem je kinderen mee. Als je zo'n cultuurkaart hebt, krijg je korting. Super lachen. Hoe kom ik een rij naar beneden? Vraag ik me even af. Hoe de fuck kom ik daar? Game, alsjeblieft. Alsjeblieft, game. Hoe de fuck kom ik daar? Ik maak wel even een knipje als ik er ben. Dat scheelt jullie een hoop tijd. En mij ook.
Dames en heren, na super lang zoeken ben ik erachter gekomen. Je moet dit dingetje hier doorbranden. Oh, er schiet iemand op. Maar doe even niet. Ik ben even aan het lopen. En dan kun je via die satelliet erop. Wat handig! Fucking Nazi security robots. De rest van de nazi's zijn gelukkig al vermoord. Goeie tijden, goeie tijden. We kunnen lekker verder lopen in ieder geval. Krijg je eigenlijk later in het spel nog meer wapens? Heb ik zojuist een nieuw wapen gekregen? Zou ik wel leuk vinden, weet je. Het is de hele tijd wel lachen met de oude wapens, maar... Weet je, hoe meer manieren op je nazi dood kan schieten, hoe beter, zeggen ze wel eens. Ik weet niet wie dit precies zeggen, maar... Sowieso inspirerende figuren. Je moet er denk ik niet heen. Oh, dus dat, die gast leeft gewoon nog, joh. Wat onhandig. Zo, even kijken. Hier kan ik waarschijnlijk langs. Look for a hatch. It's on the wall. Oh, kijk eens aan. Oh, dat was niet de bedoeling, maar wel handig. Jullie zien het misschien niet, maar mijn hoofd glimt heel erg op de facecam. Omdat, ja, het is echt super warm hier. Het is echt super mega duper warm. En dat is niet zo handig. Ja, het is in principe wel handig, want, nee, het is eigenlijk niet handig. Is het nou handig of niet? Ja, nee. Het is gewoon echt heel warm. En het is gewoon niet chill. Oh, hier is dat ding. Zijn iedere keer dingen die je moet slopen met je lasercutter die ik niet heel goed zie, maar ik een sukkel ben. Tada! Een hartstikke schattig luikje. Een luikje voor jou en mij. Oké, we glijden er even lekker in. Pakken we even onze double assault rifles. Yes, of onze enkele assault rifle. Ook helemaal prima. Geen idee waarom, maar deze lift zou ik nu niet in willen zitten. Nou, ik weet wel waarom ik niet in de lift zou willen zitten. Maar ik bedoel meer, waarom zou deze lift opeens in? Geen idee. Moet je dit springen? Is dat een haalbare sprong? Kijk, uit crouch mode. Ga eens uit crouch mode, vriend. Oh, ik zit nog in die hatch. Ja, dat kan. Hartstikke mooi. Lekker klimmen met een touwtje. Oh, dit wordt vet. Er zitten allemaal vijanden daar zo. Maar daar heb ik een nazietje. Hopla, vallen ze allemaal naar beneden. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Snap je, het is een nummer. Het regent mannen. En het, ik weet niet of je het net zag, maar het regende mannen. Er was geen halleluja, maar je moet je er even zelf bij bedenken. Oké, even kijken. Ik hoop dat ik weer een paar nazi's in hun rug mag steken. Dat is lachen. Oh, er zitten sowieso een paar gasten hierin, of niet? Gaan we dit ding doorsnijden? Ja, we gaan sowieso dit ding doorsnijden. Jammer dan, nerds. Dat is 1. Dat is 2. Ik heb het gevoel alsof ik er zelf niet op moet gaan staan terwijl ik dit trucje doe. Of juist wel? Ah, je gaat vast meer dood als je erin zit. Kom wel goed. Oh, dat was het leveltje. In ieder geval een deel van het level. Laadscherm. Eisenstein und Stahl. Wir stehen geschlossen. Ja, joh. Is het goed met je? Drei Männer im Schnee. Ik heb het vast al een keer verteld, maar... Op de middelbare school was er een boek dat je kon lezen. Het heette Drei Männer im Schnee. En het klinkt alsof ze zeggen drie mannen in sneeuw. Maar het is dus drie mannen die vastzitten in de sneeuw. Wat moet ik nou nog een keer doen? Wat? Ik ging dood? Oh, blijkbaar is staan op dat ding dus niet de optie. Ik dacht dat dat de bedoeling was. Ik dacht dat de game zo'n cutscene deed van... Hey, wat goed, je hebt het gehaald. Maar weet je wat? Doen we dit leuke stukje lekker nog een keer, joh. Ik vond het toch wel heel leuk om nazi's kapot te schieten. Die gast daar even door zijn kop. Yes. Van zijn hoedje ook nog helemaal naar beneden. No, kan dat niet. Het is niet alsof ik een gigantisch deel van mijn leven opnieuw moet doen. De lift staat vast. Wat als we vallen? Geen zorgen. Er zijn safety brakes die hem vasthouden. Nou. Zo zeker ben ik daar nou ook weer niet over. Oké, we gaan dus niet op de lift staan. Dat is ook best logisch. Als die gasten in de lift doodgaan, gaan wij ook best wel dood. Met natuurkunde moest ik vaak van die vragen beantwoorden over Newton-krachten. Van ja, als je in een lift staat, gesloten systeem. En als je dan... Wat als je springt net voordat je de grond raakt? Ga je nog steeds gewoon dood, geen zorgen. Oh, ik ga omhoog, het contragewicht. Ah. Ik dacht dus helemaal dat ik het goed deed op de lift te staan. Maar ik had het gewoon fout gedaan. Nou. Plop. Hartstikke idee. Het is een mooie kamer, Lekker chillings, I think I found something. What do you see? Heleboel technologische shizzle. Sla alles kapot. De fik erin. Hebreeuws? Waarom Hebreeuws? Dit zijn we dus een klein lesje andere talen leren. Anja, nou... Ze hebben echt allemaal hele lelijke headsets. Misschien kunnen we een paar mooie headsets nakken. En als je echt een kut headset hebt, dat doet echt pijn in je oren als je die een halve dag om hebt. Ik kan het weten. Ik heb wel eens een niet zo goede headset gedragen. Nou, de missie is in ieder geval best wel goed gegaan. We hebben wat documenten meegenomen.
En lieve kijkertjes, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we hier verder gezellig al chillende op het Nazi-lab. Je weet wel, wij zijn Nazi-wetenschap doen. Nou, even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!